Mensenlevens worden hersteld, ze worden verwonderd, gezinnen worden hersteld, verslavingen vallen van mensen af, mensen worden bevrijd en alleen de kracht van Christus kan dat doen. Het is groter dan wij, wat wij doen. Mijn naam is Amber Vincent, ik zit al 7 jaar in de kerk van CRC. We hebben een nieuwe thuisgroep bij mij thuis verplant. Ik was net verhuisd naar een nieuw gebied en ik kreeg één lid. Ze zei, hoe gaan je dat doen? En ik zei, we gaan ons geloof toepassen en we gaan gewoon op de Heer vertrouwen. En ik geloof dat de Heer iets gaat doen op dit gebied. Dat begon ik om 5 uur 's ochtends op te staan en het lid aan te moedigen om samen met mij om 5 uur op te staan omdat de Heer tot me had gesproken en ik geloofde dat de Heer de thuisgroep zou vermenigvuldigen. Hij vaat ons op een enorme manier uitbreiden. Ik had me voorgenomen dat de mensen Jezus zouden gaan voelen. Ik nam me voor dat Jezus daar iets zou gaan doen en dat was het geloof waar ik me aan vastklampte. We begonnen te bidden, we begonnen te verklaren, maar er gebeurde niets. We probeerden mensen te bereiken, mensen te bezoeken. En dit ging 6 maanden lang trouw door. Er kwam een open huis en ik zei, ja, God gaat iets doen, we hebben al deze mensen uitgenodigd. We hadden 26 bevestigingen. Iedereen was dubbel geboekt, bevestigd. Op zaterdagen vond paden je voor iedereen en niemand kwam opdagen. Niemand kwam opdagen. Niemand belde ons om te zeggen dat ze niet zouden komen. En er was een echte ontmoediging omdat ik dacht dat je in geloof opereerde. Ik had mijn ogen een beetje van Jezus afgewend. Ik maakte er een soort van werk van en wat je aan het doen waren. Dat ik zei, weet je wat, we gaan door. Wat er gebeurde was dat ik een telefoontje kreeg en het was van, hey, ik wil echt naar je kerk komen. Ik had zoiets van, ja Cor, laten je een plan maken. De week daarop wilde iemand anders komen. Ik denk dat je die week 6 bezoekers hadden. De week erna hadden je 8 bezoekers. De week daarna hadden de 12 bezoekers. Toen hadden je op 10 bezoekers. En ik denk dat in die thuisgroep, binnen 6 maanden van 2 mensen, 51 mensen door de thuisgroep kwamen en 30 mensen gedoopt werden. En toen vermenigvuldigden we een andere thuisgroep, helemaal in een ander gebied. Ik denk dat het maken van een besluit en trouw zijn is, zelfs als het er niet naar uitziet dat het gaat geboren. Je ogen weer op Jezus richten en het niet over jezelf hebben. En het is zoiets als, Heer, wat wilt u in en door mij doen? En perwillige bezoeker zijn en hoort vol liefde hebben en de Heer aanroepen. Want ik denk dat wat ik ook geleerd heb door mijn seizoenen als thuisgroepleider, is dat je mensen eerst in de geest moet baren. En moet voor ze blijven bidden, roepen om hun redding, dat de Heer roepen, dat soort hart hebben. En na verloop van tijd heb ik me dat gerealiseerd. Ik ben er natuurlijk nog niet, maar ik weet dat de Heer me verwondert door de thuisgroep terheil ik vloei tot leider. Want je kunt dit niet doen als je geen persoonlijke relatie met Jezus hebt. Als je dit hebt gezien en je hebt ondersteuning nodig op een specifiek gebied, of je wilt meer weten over Jezus Christus, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@cerclandon.com. Of je kunt onze website bezoeken voor meer informatie. We zijn er om je te helpen op je reis.